Dus als je dit aan het kijken bent en je hebt die film nog niet gezien, scroll meteen Netflix op en zet hem in je lijst en kijk hem vanavond. Nadat je deze video hebt uitgekeken natuurlijk. Ik ben begonnen met huilen de eerste 10 minuten en dat is gewoon helemaal doorgegaan tot het einde. Hey, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Deze week ga ik met jullie Netflixen. Nou, niet echt Netflixen. Zowel Netflix als YouTube zouden het niet leuk vinden als hier hele films op zouden komen. Maar ik ga jullie mijn favoriete films op bepaalde genres laten zien van Netflix. Ik heb niet gewoon de genres van actie, horror, thriller, enzovoort gepakt. Nee, ik heb mijn eigen genres gepakt. We zullen maar eens beginnen. Ik heb dus een lijstje gemaakt met meerdere films die ik leuk vond. En die ga ik hier laten verschijnen, de voorkant. Daar ga ik een klein beetje kort over vertellen waar het over gaat. Het eerste genre waar ik mee ga beginnen is de romantiek. Ik kijk soms heel graag romantische films, soms ook totaal niet. Maar dit waren de leukste romantische films die er op Netflix staan op dit moment. Wat er weer dan staan is Dumplin. Dumplin gaat eigenlijk over een meisje genaamd Willow Dean. En zij wil eigenlijk bewijzen dat niet enkel de slanke mooie meisjes bestaan. Maar ook gewoon dat iedereen er gewoon mag zijn. En daarom schrijft ze zich in voor in een lokale schoonheidswedstrijd die gegeven wordt door haar moeder. Haar moeder is ook een ex-winnaar van die schoonheidswedstrijd. En haar inschrijving zorgt voor heel veel ontevredenheid. Omdat haar moeder niet vindt dat ze daar aan mee hoort te doen. Omdat zij gewoon niet in het magere plaatje past. Willowdien laat eigenlijk zien dat zij vastberaden is om mee te doen. Ik vind het eigenlijk een hele mooie film omdat het zo'n mooie verhaal heeft. Verder is het ook wel heel grappig, want Willow Dean is gewoon een grappig meisje. Wat heb ik nog meer? She's the Man, al een vrij oude film. En ik denk dat vrijwel iedereen hem vroeger al wel eens heeft gezien. Maar niet doorheeft dat hij eigenlijk weer op Netflix staat. En dat het tijd is om hem nog eens te zien. Dit gaat eigenlijk over een meisje dat zich voordoet als haar broer op haar broers school. Om zo mee te kunnen doen aan het voetbalteam. Omdat haar voetbalteam geschrapt is in haar school. Zij houdt ontzettend veel van voetbal. Daarom dat ze zo per se het wilt gaan doen op die andere school. En dit zorgt voor wat problemen. Omdat haar broer deelt een kamer met een andere jongen. En zij moet dat dus gaan doen. En dan moet ze op een gegeven moment op bepaalde evenementen als beide personen aanwezig zijn. En dat gaat dus helemaal mis. Heel grappige film ook. Ik vond het ook een heel mooi eind. Zeker de moeite waard om te kijken. Als laatste romantische film is Love Guaranteed. Ik heb deze gekozen omdat ik hem ook ontzettend grappig vond. Vooral het begin. De hele film is grappig. Maar gewoon het moment dat... Ja, ik leg het zo uit. Love Guaranteed gaat over een man die een datingsite wil aanklagen genaamd Love Guaranteed. Omdat zij beweren dat je de ware liefde gaat vinden. En deze man heeft na 986 dates nog steeds de ware liefde niet gevonden. Dus hij wil ze gaan aanklagen en komt dan terecht bij een kleiner advocatenbureau. Ik vond het gewoon zo'n grappige film, maar ook een mooie film. Omdat hem wel, ja, het is romantisch. Maar vooral het begin wanneer hij naar het advocatenbureau gaat en zegt van ik wil Love Guaranteed aanklagen. Dat moment is gewoon zo grappig. Omdat hij is van ik wil Love Guaranteed aanklagen. Zij zegt van de dating site. En hij zegt ja, ik heb 986 dates gehaald en ik heb de ware liefde niet gevonden. En gewoon haar kop wanneer ze beseft dat hij 986 dates heeft gehad. Want dat klinkt ook gewoon zo onmogelijk. En dan gaat hij laten zien hoe hij dan date. En ja, het is gewoon zo grappig. Je moet het gewoon zien. Dus als je dit aan het kijken bent en je hebt die film nog niet gezien, scroll meteen Netflix op en zet hem in je lijst. En kijk hem vanavond. Nadat je deze video hebt uitgekeken natuurlijk. I want to sue Love Guaranteed. The dating website. Well, I've been on 986 dates and not one of them has provided me love. 986 dates with
actual human women. Mijn volgende genre. En dat is onze huilfilms. Het is heel af en toe dat ik eventjes denk, nu heb ik zin om super hard voor de tv te gaan huilen. Maar ik wil niet per se een romantische film gaan kijken. Dus laten we dit maar gaan zien. Dit zijn ook echt wel degene waar ik ontzettend hard bij heb gehuild. Ik weet niet of jullie erbij zouden huilen, maar persoonlijk vond ik het heel zwaar. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik heel snel huil bij een film wanneer er een persoon of een dier een of andere ziekte heeft of iets aangedaan wordt. Ik ben nogal snel mee in de film, waardoor het voor me makkelijk is. De eerste die ik ga noemen is meteen eentje die 27 maart van Netflix afgaat. Daarom moet je hem nu echt wel even gaan zien, want hij gaat er dus deze maand af. Dit is de film Lion. Het is een waargebeurd verhaal en het gaat over een 5-jarig kind dat zijn moeder verliest. Hij wordt uiteindelijk geadopteerd door een Australische familie na een heel avontuur te hebben gehad en op hele vreemde plekken terecht te komen. Op een gegeven moment, ja, je ziet eigenlijk het verhaal van heel dat avontuur wat hem heeft gemaakt. En dan gaan ze zoveel jaar later en dan gaat hij terug op zoek naar zijn moeder in India. Ze hebben het heel mooi gebracht. Het is een hele mooie verfilming van het waargebeurde verhaal. Op het einde zie je ook beelden van de waarheid. Dus je ziet beelden van toen hij zijn moeder terugvond. Stop, where you're from? Calcutta. Which part? I'm adopted, I'm not really Indian. I'm starting to remember. Saru, you're a beautiful boy. You're very proud of yourself. A life I'd forgotten. Are you okay? I had another family. A mother. A brother. I can still see their faces. What happened? Idhar ja mat. Main kal ka kaam nipat ke aa jaunga. Guddu? Guddu? I have to find my way back home. Ik heb er nog één in de huilenreeks en dat is Spijt. Oh, dat is een boek van Carrie Slade dat verfilmd is. Het gaat om een jongen genaamd David en hij zit in een band. En hij heeft het wel oké op middelbare school, maar hij zit in de klas met een paar pesters en een jongen genaamd Jochem die gepest wordt. Hij wordt ontzettend gepest en het gaat dan echt over hem uitschelden, geld van hem afpakken, zijn eten afpakken, zijn kleren verstoppen tijdens gym zodat hij naakt moet rondlopen, dat soort dingen. David zegt op een gegeven moment, of David, volgens mij moet ik in Nederlands zeggen, David zegt op een gegeven moment dat hij de volgende keer voor Jochem gaat opkomen, omdat hij het niet oké vindt dat de pesters hem zo behandelen. Maar op het moment dat Jochem nog eens aangevallen wordt door de pesters, gebeurt er van alles voor David. Waardoor hij zichzelf even niet goed voelt en gewoon wegloopt en zegt dat Jochem hem het rust moet laten. Die avond komt Jochem ook niet meer thuis en de volgende dag krijgt iedereen dat te horen en zijn ze toch wel geschrokken. Al snel heeft David en een meisje heel veel spijt van het feit dat ze hem hebben afgewezen en dat ze niet zijn komen helpen, waardoor zij naar hem gaan zoeken. Ik heb hier wel een paar weetjes over die ik graag wil delen. Carrie Slee heeft dit boek geschreven omdat zij op een dag zag ze eigenlijk achterop haar tv-gids een verhaal van een jongen. Ja, eigenlijk een rapportage van een jongen die net zijn buurmeisje was verloren omdat zij zelfmoord heeft gepleegd omdat ze op school werd gepest. En daarin werd ook verteld dat de ouders eigenlijk helemaal van niks weten. En Carrie Slee was uit zo hard door geraakt dat zij bedacht van ik wil hier eigenlijk een boek over schrijven omdat dit echt een groot probleem is. Heel veel jongeren worden gepest. Volgens de cijfers heeft 60% van de kinderen op een dag wel te maken met pesterij. En iedereen weet het vrijwel van de kinderen dat die persoon gepest wordt. Maar het wordt wel verborgen gehouden voor de volwassenen. En de kinderen durven niet altijd op te komen voor die persoon. Wat heel logisch is, omdat ze zelf niet het middelpunt van het
pesten willen worden. En daarom had Carrie Slee eigenlijk zoiets van, ik wil het naar buiten brengen. Ik wil het echt gewoon een onderwerp maken, omdat dit moet opgelost worden. En ik vind het eigenlijk heel mooi van haar dat ze dat heeft gedaan. Helaas is het nog steeds niet opgelost, gebeurt het nog veel te vaak. En dat vind ik gewoon zo jammer, maar ze heeft het wel geprobeerd. En dan de laatste heb ik eigenlijk van mijn cry-avonden-lijst bewaard, omdat hij de beste is. En dat is Hachi. Voor de mensen die hem kennen weten al meteen waar ik het over heb. Voor de mensen die het niet kennen. Ik zou maar eens even gaan kijken, want iedereen die het heeft gezien heeft hetzelfde te vertellen. Het is een huilfilm. Ik ben begonnen met huilen de eerste 10 minuten en dat is gewoon helemaal doorgegaan tot het einde. Dit gaat eigenlijk over, voor de mensen die het niet weten, dit gaat over een hond die op het station wordt gevonden als puppy. En die gaat elke dag van de rest van zijn, van zijn leven met zijn eigenaar mee naar het station. En dan gaat hij terug naar huis en dan tegen de tijd dat de baas bijna klaar is op het werk, gaat die hond terug naar het station om het baasje op te halen om naar huis te gaan. Ja, het verhaal is gewoon ook al super zielig. En het is een echt gebeurd verhaal. Het is in Tokio gebeurd en de hond heette Hachiko. Toen het baasje stierf, heeft die hond 9 jaar lang gewacht op zijn baasje. Een jaar voordat de hond stierf, hebben ze een standbeeld daar neergezet bij dat station. Dus die kun je daar gaan bezichtigen in Tokio ergens. En toen de hond is gestorven, hebben ze de hond opgezet en in een museum gezet. Een veel leukere, enthousiastere, ja, veel gezelligere genre. En dat is mijn actie- en lachgenre. En de eerste film die erop staat is The Hitman Bodyguard. Dit gaat over een bodyguard die een getuige, die ook een seriemoordenaar is, veilig en levend moet vervoeren. Om te getuigen tegen een dictator. Maar het is een heel grappige film. Omdat ze allemaal verhalen hebben die een beetje door elkaar gaan. Ze hebben elkaar al meerdere malen ontmoet. Ze kunnen elkaar totaal niet hebben. Maar ze moeten wel met elkaar werken om daar te geraken. Verder is de seriemoordenaar zelf gewoon de grootste grapjes ooit. Het heeft superleuke actiemomenten, dus er zit echt wel het een aan de in en nog een pluspunt eraan. Het speelt zich half in Nederland af. En dan heb ik Lucy, dat vond ik een ontzettend goede film. En die heeft volgens mij ook wel wat prijzen gewonnen. En zo niet, dan moet hij dat dringend eens een keer gaan krijgen. Het gaat over een meisje dat door haar ex-vriendje eigenlijk in gedwongen wordt om drugs te gaan smokkelen. Een drugscourier te worden. Zij krijgt een zak drugs in haar lichaam. Zij moet dan de grens over naar een andere plek. Maar ergens in haar reis wordt zij opgepakt door een andere slechte groep. En mishandeld, waardoor die zak openscheurt in haar lichaam. Het is heel ingewikkeld om deze film ook gewoon uit te leggen. Omdat mijn uitleg zal waarschijnlijk helemaal niet zo interessant lijken. Maar die film is gewoon zo leuk gedaan. De volgende film is Elona Holmes. Dit is eigenlijk de kleine zus van Sherlock Holmes. En het is een Netflix original movie. Elona Holmes, haar moeder, wordt vermist. En Sherlock komt terug naar huis om Elona onder zijn vleugels te nemen. Maar dat is dan naar een internaat brengen. En daar wordt ze strenger opgevoed dan thuis. Dus Elona beslist om haar moeder te gaan zoeken. Omdat zij ook, net zoals Sherlock, heel goed is in speurwerk. Dus zij moet zorgen dat Sherlock haar niet vindt. En dat maakt het eigenlijk alleen nog maar leuker. En dan heb ik nog 2 genres. En dan is deze video helaas alweer voorbij. En de voorlaatste genre is speciaal omdat ik forensisch studeer. Een forensische avond. Dit is echt voor de mensen die er tegen kunnen. Als ik een serie vervolg ga doen, als jullie het leuk vinden, dan komen daar ook weer forensisch in. Maar ik heb 2 films die op Netflix staan die ik zelf nog niet heb gezien, maar die ik zelf graag wil zien. Die forensisch gezien goed zijn om te kijken. En dat is American Murder en Abducted in Plain Sight. American Murder gaat over de verdwijning van een moeder en haar kinderen. En het zijn beide documentaire films waarin ze eigenlijk die hele
zaken gaan proberen op te lossen. Maar in American Murder komen ze er al snel achter dat die moeder niet gewoon weggelopen is voor niks. Maar dat er waarschijnlijk niet helemaal iets ergs is gebeurd. En Abducted in Plain Sight gaat over een klein meisje dat ontvoerd wordt door een familievriend. Ze wordt ontvoerd op vakantie, dacht ik. En dat wordt helemaal onderzocht met forensisch en veel meer. En dan blijkt het dus dat het misschien toch niet een onbekende is die hun dochter heeft ontvoerd heeft. Ten slotte hebben we een genre waar ik ontzettend goed in ben. En dat is de genre van ik wil 's avonds een film zien. Ik wil multitasken, dus ik wil niet te veel moeten opletten op de tv. Of ik heb examens, ik heb heel de dag geleerd en ik wil gewoon simpele tv kijken, simpele films kijken. Ja, als ik examen heb, heb ik gewoon geen zin om nog eens zo'n actiefilm te gaan kijken waarbij ik moet nadenken, zoals Lucy. Ik zie Lucy ontzettend graag, maar niet als ik al een hele dag heb gestudeerd. En daarom dat ik dan dit soort films kijk, dat is Rise of the Guardians. Dus voor sommigen is het echt een kerstfilm, ik vind van niet. Dit gaat over The Guardians. Het is een tekenfilm. Zij moeten hun feestdagen gaan redden van het duister. Ja, je hoort het. Het is echt een kinderfilm, familiefilm. Het is wel een hele leuke. Ik raad hem wel aan als je geen zin hebt om na te denken, om iets moeilijks te kijken. En dan heb ik ook een hele klassieke Paddington 1 en 2. Ik heb die heel vroeger ooit eens een keer gezien, maar al die jaren daarna niet. Maar ik heb hem over laatst toch wel gekeken en ik vond het een hele leuke film. Dit was dan weer mijn Netflix lijst met must-see films. Laat even onderin weten welke films je nog niet hebt gezien en zeker na mijn uitleg gaat kijken. Vergeet ook niet de video te liken en te subscriben, want blijkbaar volgt meer dan de helft van de mensen mij nog niet op YouTube. En dat vind ik toch echt wel een grote ramp. Dus support mij en druk op die rode subscribe button zodat die grijs wordt. En dan zie ik je volgende week weer met een nieuwe video. Tot dan!